Marijn Koster, tweede geworden op de 1500 meter. Ongetwijfeld niet zoals gehoopt. Wel tevreden over je race en de tijd? Nou ja, de tijd is niet heel geweldig, maar ik heb wel... Ik wist gewoon, mijn coach zei, Britt die dan loopt, die heeft een goede 800 staan. Hele snelle 400. Ja, ik zit niet meer met mijn 1500 meter training, dus dan loop ik nog wel achter wat betreft snelheid. Dus de enige optie was om gewoon snel te gaan. En dat heb ik gedaan. Ik denk wel dat ik in het begin iets te snel ben gegaan en iets te veel met mijn kracht heb gesmeten. De bedoeling was eigenlijk 2.13, 2.14 doorkomen. Maar ik denk dat de eerste 200 was ook veel te snel. Maar dit was voor mij een manier om te winnen. En ik wist dat ze bleef plakken. En het was gewoon op het eind van of ik kan het net afmaken of ze pakt me toch op het eind. En ik liep tegen een muur op en zij nam het mooi over en werd de eerste. Ja. Net het wielrennen, hè? Op het einde profiteert zij dan. Ja, precies. Maar ik ben wel blij met de manier waarop ik gelopen heb. Ik heb mezelf op het uiterste gepusht en daar heb ik ook nog iets moois aan opengehouden. Laten we zeggen, een goede training. Maar het liefst natuurlijk gewonnen, uiteraard. Maar goed, zoals ik zei, ik ben nu voornamelijk die 5 kilometer bezig. En die 15 die schuift ook wel even later wel mee, maar het is dan niet mijn prioriteit. En dan merk ik dat ik op zo'n NK vandaag dan meer tegenstand heb. Ja. Maar toch, je meet ook zo'n 5000 meter, wordt ook steeds sneller en sneller. Dus die snelheid die je dus kan opdoen op zo'n 1500 meter, die heb je ook echt nodig voor die 5 kilometer. Ja, zeker. En dat was ook een van de redenen waarom ik die 1500 hier ook deed. En ik wist gewoon, als ik het op de laatste ronde ga afwachten, verlies ik sowieso van haar. Dus toen zei mijn coach, maak er maar gewoon een harde wedstrijd van. En dat heb ik gedaan. En ik loop binnenkort ook nog eind augustus nog een 1500 meter. In Madrid, dat is een heel ander, dat wordt gewoon een mooie gehaaste race. En dan hoop ik er snel tijd te halen. Maar ik baal, ik ben geen eerste, maar ik heb wel gedaan wat ik moest doen. En dat was dan kennelijk net niet genoeg. Kun je uitleggen, want je bent nu echt een jaar lang aan het focussen op de 5000 meter. Hoe erg je dat dan nu al merkt op zo'n 1500 meter? Ten eerste, ik denk dat mijn 1500 wel beter kan worden. Alleen, ik heb heel veel 1500 nodig, zodat ik me steeds meer verbeter. En nu doe ik nu ook gewoon minder wedstrijden. Ik heb het seizoen een beetje achterstand opgelopen door geblesseerd te raken en ook ziek te raken. Dus, en altijd vaak onderschat je dat wel, van hoe lang je daarvan moet herstellen. Maar goed, heus was een goede wedstrijd, ondanks dat ik toch wel de helft alleen moest doen en het kaart tegenwind was. Maar ik merk gewoon dat ik die kick, daar heb ik altijd heel hard voor moeten trainen om die überhaupt te krijgen. En die heb ik dan nu niet. Ja, dat merk ik dan, ja.